Erik Tak, voorzitter BOVAG Autodealers. We staan hier op jullie jaarlijkse feestje, de BOVAG Dealerdag. U begon uw jaarreden net wel met een pessimistische boodschap. Het dealerrendement daalt en blijft dalen. Wat kunnen we voor dit jaar, kunnen de dealers dit jaar qua rendement verwachten? Nou, ik wil vooral een realistische boodschap overbrengen. Het dealerrendement van 2010 was relatief goed, 1,34. Vorig jaar maar 0,78. Wat wij vooral zien is dat de indicatoren op dit moment op negatief staan. We willen daarom onze dealers tijdig vooraf informeren, zodat ze nog dit jaar stappen kunnen nemen. Waardoor het rendement alsnog positief uitvalt. De verwachting is namelijk dat het rendement dit jaar rond de 0% gaat komen? Ja, het is 0 en 0,5%. Dat is natuurlijk een laag rendement. Dus wij pushen de dealers echt om in actie te komen om nu enerzijds te snijden in kosten, waar mogelijk. Maar ook te gaan kijken naar kansen. Jarenlang wordt er al door de BOVAG de boodschap verkondigd dat er iets gedaan moet worden aan de overcapaciteit in de markt. Gebeurt er nu eindelijk iets op dat punt? Als wij onze leden spreken, dan zie je dat het aantal eigenaren daalt. Dat betekent dat de eerste fase is gebeurd, dus minder eigenaren. En als je dan die eigenaren spreekt, dan zijn ze bezig om hun huisvestingskosten te rationaliseren. Dus kijken waar blijf ik wel, waar blijf ik niet. Alleen je moet ook realistisch zijn dat mensen panden hebben of huren. En dat heeft een bepaalde tijd nodig. En wat ook medewerkers bij de gemeente om een bestemming te kunnen wijzigen. Dus de wil is er wel, hebben besef is er ook. Maar de daadwerkelijke kans, zeg maar, doet zich maar zelden voor. En dat moeten we dus vasthouden. Het getal van 1000 showrooms zinkt hier rond. Is dat ook wat jullie betreft een optimum? Wij willen liever geen getal noemen. Wij kijken naar optimale situaties. Je zult begrijpen dat per merk is een ander aantal nodig. Dus je kijkt ook naar samenstellingen. Dus een getal wil ik niet noemen. We hebben alleen gezegd onze rekenmethode. Dat je ongeveer 1000 auto's per vestiging moet kunnen verkopen voor break-even. Goed. Meer aantal auto's dan daken. Goed. Dan hebben we het over 500 vestigingen. Op 500.000 wel, maar nogmaals, je praat per merk over sterke verschillen. Je zult begrijpen dat merk als Mercedes natuurlijk andere indeling heeft dan een merk als Fiat. Goed, ik begrijp dat daar nog wat geduld voor nodig is. Toch zijn er ook kansen voor de dealers. Wat is de grootste kans die ze momenteel hebben? We zien vooral de kans in het vasthouden van je after sales klanten. Hou je klanten langer vast door de klant proactief te benaderen. En daardoor haal je meer werk binnen, want je houdt de klant bij jou in bedrijf en je houdt hem ook langer vast. Dat is een grote kans. En wij helpen de dealers te investeren in relaties en systemen met de leasemaatschappijen om ook de leaseklant beter vast te houden. Hoe is de relatie met de leasemaatschappijen? Voor banden bijvoorbeeld gaan heel veel bereiders natuurlijk gewoon naar een fitter. Dat ligt natuurlijk niet aan de bereider, ligt aan de leasemaatschappij, die stuurt. Wij zijn in gesprek met de leasemaatschappij om SLA's af te sluiten die overal overgaan. Dus ROB, banden en glas. Daar willen hun over praten als wij hun meehelpen om het systeem te verbeteren. Zodat zij efficiënter kunnen werken. Dus door de back-office systemen van de leasemaatschappij te koppelen aan DMS van de dealers. Maar bij kleine dealers is een andere benadering gewenst. Niet noodzakelijk. Je ziet wel dat je dat per merk moet organiseren. Je moet de DMS-leverancier laten herprogrammeren, laten koppelen. Want de back-office van de leasemaatschappij is ROB Next. Die komt het eind van dit jaar aan. Dan willen we klaar zijn, want dan hebben de leasemaatschappij een vaste back-office systeem. En kunnen wij mooi aan koppelen. En waar moet dat dan toe gaan leiden? Tot efficiëntere processen, dat de facturen niet meer verstuurd worden, maar digitaal gaan. Dat daar een filter op zit, dat de factuur meteen goed is. En dan kunnen dus de leasemaatschappij kunnen mensen bezuinigen op hun back-office. En waar moet dat toe leiden in cijfers, in marktaandeel van dealers voor het ROB bij dealer, voor leasemaatschappijen? Het ROB percentage is nu zo'n 67%. Dat willen we graag naar 100% natuurlijk, dat zou wens zijn. Realistisch is dat we daar 10-15% kunnen laten verhogen. Moeten dealers zich anders opstellen ten opzichte van grote dan kleine leasemaatschappijen? Je ziet duidelijk dat de vraag van een grote leasemaatschappij anders is dan van een kleine. Een kleine wil graag laten ontzorgen. Die hebben een kleine back-office en willen graag de dealervereniging de zaak laten organiseren. De grote leasemaatschappijen zijn natuurlijk goed georganiseerd en die willen liever een digitale koppeling met hun back-office systemen. Over een half jaar zullen uw collega's van de universele autobedrijven zeggen dat hun aandeel ook omhoog kan. Komt daar weer een lekkere strijd aan? Wij strijden niet, we zijn collega's van elkaar. Wij investeren als merkkanaal iets gemakkelijker in DMS-systemen, omdat wij per merk maar een paar DMS-leveranciers hebben. En daardoor kunnen we sneller schakelen en als die koppeling er eenmaal is, dan hebben we de klant vast en houden we hem ook vast. Dank u wel.